dit is de dubbelglas van de BBD. Oh, die is echt heel mooi. Ja? Dankjewel. Het is echt heel lief. Ja, die andere was toch wel helemaal kapot, dus ik dacht, dan heb je hier een nieuwe. Leuk toch? Ja. Zijn dat die oortjes met dat oranje dingetje erop? Die waren toch gejat? Mijn moeder heeft nieuwe gekocht. Uit medelijden. Is je zeker dat het nieuwe zijn? Ze waren echt gestolen, maar nu heb ik ze weer. Wie had ze nog gejat? Mattie. Mattie? Als in... Mijn Mattie. Wat doe je? Dit is ook mijn ketting. Ah, ik weet zeker dat Ryan het is. Waarom draag je mijn ketting dan? Nou, het is gewoon toeval. Een winkel heeft toch wel meerdere kettingen liggen? Ja, echt heel toevallig dat mijn ketting wordt gejat en jij de volgende dag dezelfde krijgt van je vriendje. Echt toeval. Misschien moet jij niet zomaar mensen beschuldigen zonder dat je het zeker weet. Waar heb je dat kettingje eigenlijk gekocht? Dat soort geheimen ga ik echt niet vertellen. Heb je het tegen Puk verteld? Nee, ze kwam er zelf achter. Ik heb echt gezegd dat ze de bek moet houden. Ja, en jij denkt dat ze dat gaat doen? Ja, ik heb haar ketting terugbeloofd. Dus als jij die gewoon teruggeeft, dan... Ja, dat gaat niet, want ik heb dat ding aan Homie gegeven. Maar regel hem dan terug. Ja, of jij zorgt er gewoon voor dat Puk haar bek houdt. Jij hebt al die shit veroorzaakt. Dus waarom zit ik het ineens allemaal op te lossen? Dit is jouw shit, gast. Oh, het is jouw shit. Jij hebt toch... Dit doe is jouw shit, man. Hé, hou eens op, joh. Ga je maar melden bij mevrouw de Jong als het zo moet. Schiet op, ga. Wat is dit? Oh, hetzelfde kettingje. Toevallig. Oké, ik heb het gepakt. Ik zag een tas openstaan en ik wilde een cadeautje kopen, maar ik had geen geld. En toen heb ik hem uit die tas gepakt. Prima. Waar ga je naartoe? Naar de Jong? Nee, dat hoeft niet. Kom op. Doe eens naar de Jong. Nee, niet naar de Jong. Als je naar de Jong gaat, dan heb je ook een probleem. Nee, niet ouw. Als je naar de Jong gaat, dan heb je ook een probleem. Nou, want dan heb je ook... Het heeft geen zin in. Waar bemoei jij je mee? Tuurlijk was het er precies Gijs die in de buurt was. Moet ik nou ook nog dealen met een ex die me nog leuk vindt? Gaat het? Ja, het ging prima. Dus je hoefde ook niet te komen. Nou, het zag er anders niet echt prima uit, hè? Nou, dat was het wel. Ik ben mijn vriendje niet meer, dus je hoeft me ook niet te komen redden. Hey, is hier misschien een kettingje afgegeven? Nee. Bedoel je misschien deze? Sorry dat ik je niet geloofde. Ik wilde gewoon dat het niet zo was. En het had nog toeval kunnen zijn. Heel veel toeval, hè? Doesn't catch your humor like I do. Ken jij het Junior Songfestival? Daar kun je aan meedoen. Ik denk dat jij een onwijs goede kans maakt. Als ik Juno wil versieren, moet ik snel zijn. Voordat ze een beroemde zangeres is en uit honderden jongens kan kiezen. Vandaag bij muziekles had Steenkamp erover een Junior Songfestival. Dat de audities bijna zijn. Oké. En ik wil auditie doen. Waarvoor? Om te zingen. En wat? Ja, sorry. Ik zeg dit om te vragen of jullie mij en Juno willen brengen. En wie is Juno? Oh, gewoon. Ik ga echt dikke punten scoren bij Juno hiermee. Alleen door jou sluiten. Heel de nacht sluiten. Kom, ga gewoon weg. Ga naar de stad of zo en dan trakteer ik wel op iets lekkers. Oké, luister. Ik heb een idee. Wat nou als ik ook een auditie ga doen? En ik bak er niks van. Oké, deal. Als Juno door mij haar angst overwint, dan moet ze me toch wel leuk gaan vinden. En dan bedoel ik ook leuk. I can buy myself flowers. I can hold my own hand. Talking myself for hours. Say things you don't understand. Ik ben Juno en ik ben 12 jaar oud. Ben je zenuwachtig? Ja, ik vind het nog wel spannend, maar het is al wel minder geworden na Amir's auditie. Nou, als je er klaar voor bent, mag je beginnen. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. Juno zat gisteren in de uitzending van het Junior Songfestival en is door naar de tweede ronde. Zonder u had ik het nooit gedaan, hoor. Dan was ik er niet eens op gekomen, hè, dus. Hallo.
Door Steenkamp heeft Yuna meegedaan? Nou, Yuna is niet de enige die heeft meegedaan. Nou, ik vind het heel dapper van Amir dat hij heeft meegedaan om Yuna te helpen. Dapper hoor, om jezelf voor lul te zetten. Huiswerk? Oh, ja. Kom, maar weg. Ga maar naar het studielokaal. Ga daar maar je huiswerk maken. Tjonge jongen, zeg. En ik hoop dat je begrijpt dat ik hier wel een aantekening van maak in register. Nee, want dan onthoud je misschien de volgende keer wel. Amir. Ja? Wat is dit? Oh. Mijn moeder keek dus op het register. Wat een spionage software, man. Hey, misschien moet jij het gewoon een keer niet zo streng zijn. Nee, laat hem beter nadenken. Je ziet toch dat het niet goed gaat. Ja, ik snap het. Hij spijbelt, hij is elke dag te laat. Laat gewoon een keer alles los. Mijn ouders hebben vaak ruzie. Dat haat ik. Zeker als het over mij gaat. Sorry, we wisten niet dat we zo hard aan het praten waren. Noemen jullie dat praten? Ik ben al anderhalf week op deze school, maar ik moet nog steeds iedere les zoeken naar het lokaal. Kan ik het even controleren, want aan de hand van de aantekeningen die ik... Amir, fijn dat je er bent. Ja, meneer, sorry dat ik te laat ben. Heb je je huiswerk wel gemaakt vandaag? Ja. Fotosynthese ziet er goed uit. Nou. Zelfs als ik 3 al gemaakt. Komt er geen aantekeningen op het register of zo? Nee, hoezo? Ik wou dat mijn moeder zag op het register dat ik echt geen probleemkind ben. Altijd wanneer ik te laat kom of als ik mijn huiswerk niet heb gemaakt, dan komt er een aantekening. Maar als ik extra werk maak, niet. Oké, okay. Amir gives a shit. Hij is eigenlijk gewoon een nerd die cool probeert te doen. Hey, kan ik zo even hoofdstuk 3 overschrijven? Het scheelt me zoveel werk. Daar leer je toch helemaal niks van? Ik wil het je best uitleggen als je het niet snapt. Wil je verkering met me? Sorry, wat? En wat zei je? Hoe kan ik dat ik nooit van plan ben om iets aan mijn moeder te vertellen, maar uiteindelijk haar toch altijd alles vertel? Mam, ik heb de slechtste auditie gedaan ooit. Ja? Dus denk je nou echt dat Yuna mij meer of minder leuk vindt? Je deed die auditie toch om haar te helpen, zodat ze niet alleen hoefde. Dat is toch super lief? Wat doe jij hier? Oh. Kom je van mij? Ik weet dat je niet wilde dat ik mee zou komen, maar toen dacht ik ineens, misschien is het laatste moment wel zenuwachtig. Vorige keer hielp het ook toen ik erbij was, dus... Ik voel me al gelijk een stuk minder zenuwachtig. Het is eigenlijk best wel grappig. Je doet echt iets met me. Zonder dat je echt iets doet. Yuna, je bent aan de beurt. Ja. Eigenlijk toch wel echt super zenuwachtig. Wat als ik mijn tekst vergeet? Of als ik ineens flauw val of zo? Hey, Yuna. Wil je verkering? Daar kan ik nu toch niet over nadenken? Ik heb echt andere dingen aan mijn hoofd. Ja. Belangrijkere dingen. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. En Nash. Sorry. Het heeft toch niks te maken met hoe goed je bent? Je was hartstikke goed en de juryleden hebben dat sowieso ook gezien. Ik weet ook toch wel dat ik gewoon goed ben. Maar dat hebben zij nu toch niet gezien? Omdat jij zo nodig een seconde voordat ik dat podium opging, moest je verkering vragen. Nu ben ik sowieso niet door naar de finale omdat ik het helemaal heb verpest. Het komt allemaal door jou. Luister, nee, het was mijn schuld. Ik snap dat het niet gebruikelijk is, maar als er 1 uitzondering moet worden gemaakt, dan is het echt, echt nu. Kan het ook nu? Ja. Ik kan er nu gaan halen. Je moet over 5 minuten op, dus... Wat? Ik kan nu toch niet op? Kijk hoe ik erbij zit. Tuurlijk wel. Maar nu wel, want het is eigenlijk over 2 minuten. Waarom ben je überhaupt hier? Ik heb toch gezegd dat ik je hier niet wilde hebben.
En, hoe ging het? Nou, op zich best goed. Dus... Fijn om te horen. Mijn vader staat trouwens nog buiten. Ik ging haar nu vragen of ze er nog over had nagedacht. Ik doe het wel morgen op school. Hopelijk heeft ze dan net te horen gekregen dat het door mag. Hey, je bent er weer. Ja. Ja. Echt shit, man. Dat je... Ja, ze belde gelijk dezelfde dag. Wel bedankt. Waarvoor? Voor het regelen van die auditie. Ja, het was al super lief. En? Heb je al een nieuwe droom? Ik vroeg me eigenlijk vooral of ze over mij aan het nadenken was. Of ik niet in die nieuwe droom wil zijn. Snap je? Heb je ook toevallig nagedacht over mij, zeg maar?